En dan gaan we kijken naar die andere cruisers van dezezelfde leeftijdscategorie. Daar rijdt Broer van Stijn. Hij pakt hier de koppositie, Davy van Stijn. De koppositie hier richting de eerste bocht heeft weer een goede start te pakken die we van hem al gewend zijn. Gaan we kijken wie hij daar achter meeneemt. Het is met 9-13 Robin Roelvink op die tweede positie. En dan zien we daar helemaal het hoge Joor Noorden. Jelte Alberda op die derde plaats. De vierde plaats aan de handen van Mathieu Rademaker. En die is er ook op koers voor die finale. Bij die cruisers van 30 jaar en jonger. Propje en vuiltje lucht voor Stijn. Hij lijkt hier weer de winst binnen te pakken en lijkt al vrij zeker van die volgende ronde. En ook voor Alberda, hij pakt de tweede positie nu.